VHP-parlementariër Reshma Mangre heeft haar RVC-functie bij de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM ter beschikking gesteld. In een uitgegeven verklaring wijst Mangre erop dat met haar achtergrond als wetenschapper en vakbondsleidster ze samen met andere RVC-leden dit bedrijf wilde halen uit de rode cijfers. Echter is er vanuit de gemeenschap veel kritiek geleverd op deze stap. Na kennis te hebben genomen van deze commotie heeft zij als democraat het besluit genomen om in 's lands belang het hoofd te buigen en afstand te doen van het lidmaatschap van de RVC van de SLM. De VHP-parlementariër heeft gisteren de president-commissaris van de RVC geïnformeerd over haar besluit. Mangre zegt tenslotte dat zij zich verder met trots, strijdvaardigheid en opgeheven hoofd voor land en volk zal blijven inzetten. Dit zal zij doen binnen en buiten de Nationale Assemblee.